We hebben met Gütler een zeer succesvolle beurs gehad op de Agrotechniek Holland. We hebben echt heel veel aanvragen gehad voor de machines, heel veel informatie verstrekt over de machines. Ook onze dealer in Zuid-Nederland, Van Gemeren, die heeft heel veel informatie verstrekt. En het grote moment is nu aangebroken. We gaan de trekking doen van de machineverloting. We hebben elke dag hebben we een stapeltje bonnen. En degene die het meest heeft gesproken met de klanten, Daphne, die gaat de trekking doen. Per dag gaan de bonnen in de zaaibak. En we gaan achterinvolgens gaan we trekken. Petten per dag. Paraplu's, we hebben gekozen om ook paraplu's te verloten, omdat we zoveel deelname hebben. En we gaan liqueurpakketten verloten en we gaan jassen verloten, deze jassen die ik aan heb. En uiteindelijk de machines voor één seizoen, per dag één machine. We hebben hier vier stapels liggen, voor elke dag één stapel. Het zijn echt een overweldigend aantal bonnetjes. Daphne? Nou, daar gaat hij dan. In de bak. We beginnen met drie petten per dag. Als je even flink ja. Door elkaar husselt. Nou, het zal even hutselen. Dat is F.A. Dilling. Gefeliciteerd, een pet. De volgende pet. P.J.J. Vonk in Beek. De laatste pet van één dag is Mark Sweers in Nieuweel. Dan gaan we vervolgens de paraplu's. Twee keer een paraplu. Nou. Kevin Vlaar. Paraplu. En nog één. H. Kooistra. Een paraplu. Vervolgens een liqueurpakket. Hartstikke lekkere liqueur. Twee flessen. Het liqueurpakket gaat naar Rick Bartels. Liqueurpakket. Een jas. Een mooie Gütler-jas. Bas Pol in Otterlo. Een mooie jas. En nu komt het grote moment. De machine voor één seizoen. Die gaat naar... Nog even flink husselen, Daphne. Ja. Kijk, een bonnetje van internet. G.J. Heuver in Den Ham. Daar neem ik nog telefonisch contact mee op. Hij heeft gekozen voor een 3 meter Supermax cultivator. Hartelijk gefeliciteerd, die gaat naar u toe voor één seizoen. Nou mogen alle bonnetjes eruit. De eerste één dag hebben we gehad. Is deze aan jou gegeven? Ja, dat ruimen we zo wel op. Een andere dag. Alsjeblieft, Daphne. Ja. Gooi het er maar in. Meteen. Flink roeren. En dan beginnen we weer met de winnaars van de petten. En de eerste is P. Wagenmakers. Een pet. Kijk eens. Geert-Jan Knoops. Nog een pet. En de laatste pet van deze dag gaat naar Maatschap de Boer. Dan gaan we verder met de paraplu's. Twee keer een paraplu. En de eerste paraplu van deze dag. Maatschap Steenman. Een paraplu. En de volgende paraplu is voor Frans Rijken, lees ik. Dan gaan we verder met het liqueurpakket. Eén keer een liqueurpakket.
J. Fassaert, liqueurpakket. Proost. En de Gudeljas. En de Gudeljas gaat naar Wagenmakers. Dan gaan we nu van de volgende dag de machine trekken. Dus wie mag een seizoen lang gebruik maken van een mooie Gudelmachine naar keuze? Nou, daar gaan we dan. Kijk, een bonnetje van het bonnenboekje. DHS Schroeder Kuiper. Hartelijk gefeliciteerd. U hebt aangekruist dat u een frontpakker wilt winnen naar keuze. Ik neem contact met u op. We gaan verder met de trekking van dag 3. Weer een gigantische stapel. Dat is gewoon echt een paar honderd bonnen. Dat is geweldig. Alsjeblieft. Ja, dank je. Gooi ze er maar in. Nou. Flink door elkaar rammelen. Gaan we weer even kijken. Niet kijken, alleen maar flink roeren. Anders gaan ze door naar beneden. Ja. En we beginnen weer met 3 keer een mooi pet, een Gudele pet. En de eerste pet die gaat naar A. de Jong. Nou. De tweede die gaat naar Jan-Peter de Poter. En de derde pet die gaat naar een mevrouw, Claudia Laurijsen. Die loopt binnenkort ook rond met een mooie pet. Dan gaan we verder met 2 keer een paraplu. De eerste paraplu die gaat naar Kools, LMB. En de tweede paraplu, die is voor... Oh, laten we vallen. Niek van de Ven. Een liqueurpakket. Een paraplu is goed te gebruiken in de winter, maar een liqueurpakket natuurlijk ook. Wijdzicht. In liqueurpakket. De Gudelenjas. De mooie Gudelenjas. Ook ideaal voor in de winter, ook in het voorjaar of in de zomer, in de herfst. 4 seizoenen. Dankjewel, Daphne. Hunne Kink of Hanne Kink. Klinkt als. Klinkt als. Komt naar u toe. De klapper, de machine. Nou, naar keuze 3 meter. Een kaartje uit het bonnenboekje. Jan-Paul van Toor. Hartelijk gefeliciteerd. Een Greenmaster Grasland verzorgingsmachine. Zoals die hier staat. Voor 1 seizoen. Geweldig. Mooie machine. Het 4e en laatste stapeltje. Er zijn er zelfs meer dan 200. Nou. Zijn ze allemaal. Gooi ze er maar in. Flink rammelen. Gaan we weer voor de pet, hè? We beginnen met 3 petten. Jan-Willem Mouw. Of Mouw. Maatschap Otten. Steben Steven. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar de postcode en woonplaats staat er keurig netjes op. En de straatadres, dus dat komt helemaal netjes in orde. Dit is dan voor een paraplu, de eerste paraplu. CMW Wijnen. Kaartje uit het bonnenboekje. Maatschap Dunning. Ook een paraplu. We gaan voor het liqueurpakket. Het laatste liqueurpakket wat eruit gaat. Eén uit het bonnenboekje. Frank van Gool. Dan de Gudelenjas. De laatste Gudelenjas. Die gaat naar... C. van Tichelen. En de laatste machine voor 1 seizoen.
Nou, de laatste machine die gaat naar een frontpakker, naar keuze. Jouke Hoekstra, van harte gefeliciteerd. Dit was de laatste machine. Alle winnaars proficiat en degenen die niet gewonnen hebben, u kunt altijd een Goodle machine aanschaffen. U kunt ook informatie aanvragen bij ons, kijk op de site of neem telefonisch contact met me op. Dank u wel.